It's all I wanna do. Welkom bij een nieuwe video. Yo, mijn naam is Jesse. Vandaag spelen we een potje Kill Confirmed op de map Hunted. En ik ga vandaag spelen met de Ripper Specialist. Wat de Ripper Specialist doet, is wat bijna iedereen denk nu wel weet, omdat Black Ops 3 al een tijdje uit is. Je bent een specialist, zoals elk ander mens in deze lobby zoals je ziet. Maar deze specialist, die heeft op een gegeven moment een soort van mes in zijn handen. Je moet het een beetje vergelijken met Wolverine, vind ik zelf. Van de film Marvel natuurlijk. Ik speel vandaag ook voor het eerst met de nieuwe Scuf controller, zullen jullie hier zien. Binnenkort heb ik mijn nieuwe headset binnen. Dus dat gaan jullie dan ook zien, maar die was nog niet leverbaar. Maar dat gaat binnenkort ook wel komen natuurlijk. Als je deze video leuk vindt, vergeet natuurlijk even niet een blauw duimpje omhoog achter te laten. Helpt mij natuurlijk enorm. Vergeet natuurlijk ook niet de andere video's die nog online komen vandaag te checken. Dat moet wel goed komen. Jij bent even een beetje geturnd, jongen. Een beetje maar. Maar speel met de Manowar. Met de Transgression Camo. Een voorgrip. Nee, geen voorgrip. Een stok. En een... Red Dot Sight. Ik zit soms te twijfelen met de stok hierop te spelen. Maar ik vind zelf dat het niet heel erg veel verschil maakt. Dus... Of het nodig is... I don't know for sure. Maar... Ik heb dus nu mijn specialist binnen. We moeten gewoon een beetje tegen de enemies aanlopen natuurlijk. Ik weet niet of ze hier nu spannen. Voor mij niet. Dus spannen aan die kant van de map. Dus moet ik even goed op blijven letten. Kijk, daar liep iemand. En hij locht als het ware automatisch op mensen. Je zag het daar, maar kon net niet inroepen. En je schiet heel erg met deze specialist vooruit. Dus je wordt, laat maar zeggen, zoals een MW3, et cetera, heel erg gelanceerd gewoon. Dus dat is wel een beetje het kutte als je hem tegen je hebt. Maar als je hem zelf gebruikt, is natuurlijk wel chill. En waarom wil jij niet doodgaan? Godverdomme. Maar dan moet ik hem wel even op tijd kunnen gebruiken, want de tijd gaat natuurlijk wel er gewoon vanaf. Zodra jij hem gebruikt. Oké, wordt dit de eerste keer ermee? Ja, hier, huppakee. Zo zag je ook een beetje wat er gebeurt. Teammate. Teammate, wat ben jij een bloedleier, zeg. Godverdomme. Mijn teammate die zit daar gewoon om mij te schieten zo van... Hey! En ik ga dood. Nou, oké. Okay. Deze specialist krijg ik bij de way gewoon 4 of 5 keer per potje. Terwijl het een kill specialist is, hè. Het is een kill specialist. En je krijgt hem zo vaak per potje. Vind ik best knap. En hij heeft reps uit je care package. Nooit. Hij heeft gewoon reps uit je care package. Wat een lucky bastard. Hier, get drops. Er zit er nog één achter. For fuck's sake. Wat ben jij een klootzak dat je gewoon reps uit je carepackers krijgt, man. Oké, ik heb weer mijn Ripper binnen. Moet ik natuurlijk deze mensen nog wel even blijven killen. Ja, ik heb flag jacket, vriend. Wauw, man. Ze zitten echt hard te campen, deze gasten. Echt serieus waar. Laat je hoofd zien dan. Lekker type. Teammate, jongen. Let's go. Nee! Jongens, kom eens op, hé. Ze zit gewoon in onze span, hé. Kom op, hé. Nou, dit zijn allemaal van die kutclones. Ik ben zwaar geturnd. Fuck, hé. Ha! Holy shit, ouwe. Wat een kutzooi. Kom op. We zijn ook weer aan het verbouwen. Heel leuk. Altijd als ik aan het opnemen ben, moet er iets gebeuren. Zo zwaar irritant en ik ga alleen nog maar dood. Wat is dit, teammates? Ze zijn allemaal negatief. Oh, behalve die... kom. Oh, jongens, NL komt de neuker. Nee joh, dat je zo heen, man. Oh my god. En wordt hiernaast weer getikt. Kap alsjeblieft met dat tikken, jongen. Kutburen, serieus. Fuck jullie gewoon.
NL Kontenneuker. Hey, GG voor je originele naam. Durf te wedden dat niemand anders zo heet? Wat dan ons in die term? Serieus. Echt man. Genius. Maar ja. Als mijn kutburen nou even kappen met dat tering geklop, kan ik me tenminste nog even een beetje concentreren. Ik ga bijna negatief en we gaan het potje verliezen. Teammate. Oh my god. Oké, deze hebben we overleefd. Pleur van de map af. Pleur van de map af. Jongens, dit is niet het beste potje wat ik heb geüpload. Dat merken jullie ook wel. Kut, zo zeg. Moeten we eventjes wat rustiger spelen dan. En gewoon die tags oppakken, teammate. Dat zou misschien ook wel een stukje helpen. Kom dan. Hij komt niet terug hoor, Mietje. Hoppakee, dat bedoel ik met de fucking lounge, jongen. Holy shit. Zit hij nog op een berg te campen daar ook? Maar je zag hoe ver ik dus naar vooruit wordt geschoven. En dat is het enige chillen aan deze specialist als je iemand knijft. Maar natuurlijk, wat ik al zei, als je dit tegen je hebt. En je gaat bijvoorbeeld dood om een 27 streak zo. Dan is het wel kut. Kijk, ik heb gelijk weer een nieuwe. Dus dat is echt het OP gedeelte aan deze streak. Oh, fuck. En dan komt er net nog iemand achteraan. We kunnen dit op zich nog wel winnen, team. Weet je, kom op. Ik ga nu even niet meer voor mijn KD spelen, want ik ga toch kut. Oh, daar wil ik helemaal niet op knippen. Ik moet hier op. Dan gaan we via het water zwemmen. Dan gaan we er zo uit hier. Dan gaan we kijken of de enemies hier zitten. Ja, die zit daar! Wow, man! Fuck the shit! Als we nog negatief gaan, of 19 of 19, dan ga ik serieus fresh start doen. Sfeertje, dan ga ik echt gewoon mijn Call of Duty account verkopen, gewoon. Dan mogen jullie hem hebben, echt waar. Hier. Nu heb je ook als je knife strijkt, zie je? Oh, kut shotgun. Ik wou net hem knijven. Maar als je dan knijft, heb je ook die... die specialist. Oh, lol. Ik dacht dat ik hem nog had. Maar ja, ik sla hem dus in één klap dood. Zo kan dus ook. Ja, lekker. Zo, man. Oh, jij kan ook nog dood. Goed zo, jongen. Hey. GG. Dit gedeelte van de map doet me echt denken aan Drone. Van Black Ops 2. Want daar heb je ook van die heuvels. Maar niet zo hoe het er nu in legt. Maar anders natuurlijk. Kom op. We gaan op dit moment dit niet winnen. Dat zie ik ook wel. Maar ja. Kijk, dit is een mooie dubbelkun. Daar komt er net nog één iemand achter, hè. Dat is altijd zo jammer. Serieus waar. Dat vind ik altijd echt te jammer, gewoon. Ik heb tenminste wel een UAV. En jij bent bijna nog geowned ook. Wat ik zelf wel vind, is de submachine guns in het spel zijn veel beter dan de AR's. Want elke AR is letterlijk gewoon gedowngrade. En, tja. Team met zo pak je een tag op, jongen. Dat is het enige nadeel aan deze game. Maar ja. Laten we het daar maar niet over hebben. Verder is het natuurlijk een best wel goed spel op zich. Oké, die ga ik nu dus niet knijven. Nee. Holy shit, wat een geluk heb ik hier. Oké, ik ga omlopen. Zo. Oh, er zit er nog één! Holy shit!
triple onscreen. Hey, that's how we do that. Oh, kut. Holy shit. Wow, hebben we dit overleefd. Ik kan nog mijn hater en zo. Last second hater. Jongens, we kunnen dit nog winnen. Pak die tackle op, teammate. Kom op. Serieus, dat we dit nog gaan winnen is echt zo mooi. Kom op. Holy shit, we hebben dit nog gewonnen, jongens. We hebben dit nog gewonnen. Nee. We hebben het gewoon nog gewonnen. En hoeveel eindscore? 34-17 is onze eindscore. Op het laatste moment gingen we zo. Maar dan ook echt zo fucking bezig met mijn Vrede. Natuurlijk nog even snel gehaald. Dankzij de Ripper Specialist. Ik zeg jongens, probeer hem zelf eventjes uit. Het is best wel lachend natuurlijk als je one for one gaat met je vrienden om deze ook te gaan gebruiken. Maar jongens, ik bedank jullie heel erg voor het kijken naar deze video natuurlijk. Er komen vandaag nog 2 video's online. Of zijn er online geweest. Ik weet niet hoe ik dit nog ga plannen. Vergeet natuurlijk niet dat elke dag 3 video's online komen. Om 3 uur, 6 uur en om 8 uur 's avonds. Jongens, bedankt voor het kijken. 34-17 in ons eindscore. En tot de volgende keer mensen. Doei!